En hier zit je ook al met schimmeldraden, hè? We hebben een probleem met de eiken in verschillende bossen van het landschap Overijssel. Maar ook in eikenbossen bij andere terreinbeheerders, zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Een eik kan 1200 jaar oud worden, want deze eiken waar we nu bij staan zijn ongeveer 120 jaar oud. En ze gaan dood. De hoofdoorzaak is toch wel de bodemleef, de bodemchemie. Stikstof wat uit de lucht valt. Daardoor heb je bepaalde stoffen in de bodem die daardoor verdwijnen. Het is een heel samenspel in de bodem met schimmels, met beestjes, waardoor bomen gezamenlijk met de bodemleef kunnen leven. Als daar een verstoring in komt, verzwakt de boom. Daardoor komen er ook andere parasieten, bijvoorbeeld de eikenprachtkever. Dat is een keversoort uit Zuid-Europa. Dat heeft ook weer een beetje met de klimaatsverandering te maken. Die zoekt die verzwakte eiken op. En daardoor sterven die bomen toch vrij plotseling af. De boom die verzwakt. En sommige insecten die ruiken dat aan de bomen. Klinkt gek. Maar de boom die scheidt de bepaalde stoffen af. Nou, de eikenprachtkever, de wintervlinder, die legt onder de schorse eitjes. Dat worden rupsen en die kruipen horizontaal rondom de stam. Die beschadigt die boom, daardoor wordt de sapstroom verstoord en daardoor sterft de boom af. Als echt een noodoplossing is overal waterlot aan het maken. Daardoor probeert hij nog wat blad te houden om die sapstroom te behouden. Maar het is meestal het einde cyclus van de boom als je dit ziet. Dat er opeens groepen van 8-9 eiken tegelijk doodgaat, dat is weer veel te veel. Maar we zien wel dat hier een stuk of 6-7 eiken bij elkaar dood zijn geweest. We zullen misschien hier en daar, als het kan, met eiken weer bijgeplanten. Maar we gaan ook als landschap Overijssel nieuwe soorten planten. Bijvoorbeeld zoals lindes, haagbeuk, iepen. De linde is ook een echte Nederlandse soort. En die linde zorgt ervoor dat de bladvertering van de eiken ook, maar ook van zelf, beter gaat als je alleen eiken in het bos staat. Als we hier helemaal niks doen, dan kan het gewoon zijn dat op sommige plekken hier de eiken helemaal verdwijnt. Dat bijvoorbeeld dat je hier alleen de beukenbos overhoudt. Nou, dat is, beukenbos is ook wel mooi. Maar het bijzondere van het Smalenbroek waar we nu zijn, is dat je hier in het voorjaar heel veel planten hebt bloeien. En die zouden verdwijnen, omdat beuk veel meer schaduw heeft, verdwijnen die dus ook. Maak je je nou ook echt zorgen? Ja, als wij hier zo lopen, dan maak ik me wel zorgen. Als je echt ziet, in een klein stukje van dit landgoed, dat er zo'n 30 dode eiken staan, dan maak ik me wel zorgen, ja. En dat het ook zo snel gaat.